mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Ah, Bianca, eerste overwinning van het seizoen. Hoe voelt het? Ja, voelt op zich wel goed natuurlijk. Winnen is altijd mooi, maar vooral weet je, als je lekker rijdt. En ja, het was gewoon was een mooie strijd, ook met de jonkies erbij. Toen stelde ik de 500 meter, als ik zei al, ik ben de oma hier van deze meiden. Want we waren allemaal 16, 17 jarigen. Dus dat was heel mooi. Ik moet zeggen, de 500 meter voelde onwennig. Maar ik merkte dat ik met de afvalkoers eigenlijk steeds beter het gevoel kreeg. En je zag mijn laatste ronde, kon ik wel goed power leveren. Dus daar, ik groeide eigenlijk met die afvalkoers mee. Ik was eigenlijk wel een beetje, ik vond het jammer dat er tussenstop kwam door valpartijen. Weet je, dat gebeurt helaas. En het is terecht dat ze de wedstrijd stopzetten, want de gezondheid gaat voor. Maar ik zat er wel lekker in. Dus ik was wel bang van, als ik er straks ook nog maar lekker in zit. Eerste overwinning op de 500 meter. Hoe voelde het? Ja, dat voelt wel goed om het seizoen zo te beginnen, ja. Ging het ook meteen lekker? Voelde je dat het goed zat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hadden best wel hard getraind. En ja, de eerste drie ritten, dat ging eigenlijk helemaal niet zo. Maar gelukkig was ik op tijd weer gewoon fit voor de finale. En ja, dat ging wel goed. Ik zal altijd even een beetje afwachten hoe iedereen is. Er misten nog wel een paar goede sprinters, dus dat was wel jammer. Maar ja, het is mooi dat je dan wel als eerste over de streep komt, meteen de eerste wedstrijd. Dus. En de afvalkoers? daar had ik iets meer van verwacht eigenlijk. We hebben heel veel duur gedaan, eigenlijk nog niet zo heel veel sprint. Dus ik dacht van, de voorronde ging heel goed. Dus ik dacht, misschien finale ook. Maar dat viel nog wel tegen. En we vragen schaatsers altijd, hoe ben je de zomer uitgekomen, maar hoe ben jij de winter uitgekomen? Ja, ik denk wel goed. Ik heb deze winter een iets andere aanpak gehad. Vooral veel geskiederd. Ik kom ook net terug uit Portugal en ja, ik ben op zich wel fit en het gaat allemaal wel lekker. Ik ben de winter eigenlijk goed doorgekomen. Ik was vorig jaar na het WK werd ik ziek geworden, werd ik nog vierde. Maar daarna heb ik de hele winter een bacterie had ik weer. Dus ik moest antibiotica, kreeg een longontsteking. Dus na december heb ik gezegd, marathonschaatsen laat ik voor dit seizoen voor gezien. Ik neem eerder rust en ik ga me volledig focussen op het inlinen, wat eigenlijk al het doel was natuurlijk met het WK in eigen land. Ik werd vorig jaar vierde op 2000ste. Ja, weet je, ik zal niet zeggen, misschien gebeurt het wel niet weer. Maar ik heb wel alles op alles gezet om het beter te doen dan vorig jaar. En weet je, dat zullen we zien hoe dat gaat worden. En ja, met WK en heren, met de familie, iedereen is daarbij. Dat is sowieso, dat maak ik met mijn leeftijd niet meer vaak mee. Het viel ons op dat alle dames hun shirtjes op het middenterrein neerleggen, hun jasjes, en de heren het allemaal netjes op het bankje leggen. Ja, dat is. Wij moeten een voorbeeld nemen aan de heren. Ja, ik ben zelf best wel een rommelkont. Volgens mij, ik had drie jasjes aan en één ritsbroek. En ik slaag ook niet op hetzelfde punt. Ze lagen verspreid over het middentrein. Dus het was nog erger. Ja, dan. Ik denk er eigenlijk helemaal niet bewust over na, maar het staat wel netjes. Buiten ook niet op de baan en zo. Nou, misschien kunnen dames er nog wat van leren.